Ja, want we hebben zelfs al bewegende beelden van jou, Frederik, waarin dat je eenmaal de proeven uitlegt. Ik wist niet dat degenen die zich willen inschrijven, die jonge gasten, al een beetje kunnen oefenen. Kijk, zo zal het gaan. Kijk de volgende weken naar Pinanti is Pinanti op Studio 1. Dan kom je alles te weten over de data van de verschillende Pinanti is Pinanti... Kijk de volgende weken naar Studio 1. Nee. Rustig blijven, Fredje. Rustig. Dan kom je alles te weten over de verschillende data. Zeg dan nog een keer. Ja, man. Je neemt de bal in de hand. Sorry, dat ziet een beest in mijn nek. De bal mag eenmaal botsen. Ik doe het even voor. Dus wat was de bedoeling? De bal moest erin. Ja, de bal moet er dus duidelijk in. Maar ze hadden mij gezegd, doe dat een keer even ernaast, voor ik het toen al niet. Nee. Maar gelukkig zijn er nog vier andere captains. Ik ga ze even opsommen. Wouter Franke, Daniel Zitka, Van Anderlek, monsieur Wijnand, Glenn Verbouwheden en Bob Peets. Maar die doen het wel foutloos, hoor, Frederik. Daar hebben we ook bewijzen van. Sorry. Ja, dat is geen probleem. En Pinanti is Pinanti gaat Studio 1 op zoek. Dit... Oh, fuck. Pinanti is Pinanti. Ja, oké. Okay. Het maakt niet uit welke witte bal je haalt. Welke witte bal? Jongens, dat. Pinanti is Pinanti is dit seizoen... Oh, oké, okay, stop. Jongens, dat is al niet makkelijk. Echt waar, ik zweer. Pinanti is Pinanti... Dat was al fout, zeker, hè? Ja. Pinanti is Pinanti Cup, ja. Godverdikke toch. Hoe kan dat nou moeilijk zijn? 5 of 6 woorden, Glenn. Kom, jongen, stop er benauw op. Pinanti is Pinanti is dit seizoen... Godverdomme. Merde. Ah! De allerbeste gaan door naar de volgende ronde. Juist daarachter op dat ding zeker? Kust om een klote, jongen. Zijn achterlijke mannen, joh. Dat was perfect, zeg.